We gaan hem kopen. We hebben een nieuwe skin gekocht, jongens. En oh, wat is het vet. Dames en heren, het is tijd voor een nieuwe Brawl Stars video hier op mijn kanaal. En vandaag gaan we wat heel leuks doen. Want er zijn 2 skins in de store. En ik kan niet kiezen welke ik moet halen. En ik wil er heel graag eentje hebben. Maar voordat ik de skins ga laten zien, smash zeker even je blauw duimpje omhoog. Kunnen we op deze video de 1500 likes halen? Dat zou ik heel erg waarderen. En ik heb heel lang gezegd, bij de 140.000 abonnees ga ik 100 euro aan edelstenen weggeven. En die ga ik weggeven. Die ga ik binnenkort in de video ga ik dat weggeven. Want ik heb 140.000 abonnees gehaald. Dus heel erg bedankt ervoor. Dus wil je die nou winnen, dan moet je even abonneren. Abonneer op mijn kanaal en op een belletje klikken. Maar binnenkort komt een video online waarin ik dus die edelstenen ga weggeven. Dat komt waarschijnlijk deze week online. Dus wil je die video nog niet missen, dan moet je even abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk even op een belletje klikken, zodat je de video niet mist. Maar wij zitten nu in Brawl Stars. En als ik naar de winkel ga, heb ik daar een Leon staan. En ik heb een gouden Robo Spike staan. Oh mijn god, ik wil... Oeh, we hebben ook een gouden Barney skin. We hebben gewoon heel veel vette skins. Maar er zijn 3 skins die ik in een rat ga gooien. En waar het rat op eindigt, die skin moet ik gaan kopen. En mijn favoriet gaat uit naar Leon of naar Spike. En Barney, ja, die is... Nou, die zou ik eigenlijk een minst liefst willen hebben. Maar ja, als we die krijgen, zou het ook wel leuk zijn. Laat even weten in de comments welke skin jij het vetste vindt. Ik ga denk ik hopen op... Op Robo Spike. Robo Spike is eigenlijk wel de vetste. Op mijn beeldscherm zie je nu een rat staan met Barley, Spike en Leon. We gaan draaien. En waar het rat op stopt, die bepaalt welke skin ik moet gaan kopen. En oh, ik ben heel zenuwachtig. We hebben aan het rad gedraaid. En we gaan kijken welke skin wij moeten gaan kopen. En oh my god, het wordt Leon. Het wordt Leon. Oké, we moeten een Leon skin gaan kopen. En dat is best wel een vette skin. Dus hier ben ik best wel blij mee. En inmiddels zitten we ook weer in de Brawl Stars. We gaan dus even naar de winkel toe. We gaan op de Leon klikken. En we gaan hem kopen. We hebben een nieuwe skin gekocht, jongens. En oh, wat is het vet. Sally Leon. Oké, dit vind ik wel heel tof. En oh, we komen 2 edelstenen tekort voor Barley. Oh, die wil ik eigenlijk ook wel. Weet je wat? We gaan gewoon Barley er ook bij kopen. Ik moet hem gewoon hebben. Oké, we hebben 30 edelstenen erbij. En Spike wil ik eigenlijk ook heel graag hebben. Alleen die is best wel duur. En Barley, die is heel goedkoop. En het is best wel vet skin. Dus, we hebben een nieuwe skin gekocht. We hebben Barley. We hebben 2 nieuwe skins. En dan gaan we nu even een paar potjes spelen met de nieuwe skins. En ben ik heel benieuwd hoe ze eruit zien in-game. Laat trouwens even in de comments weten welke skins jij allemaal hebt. En wat jouw favoriete skin is. Ik ben best wel benieuwd. En we zitten in een potje met de nieuwe skin. En we zijn gewoon helemaal geel. Dit is zo vet. Oh my god. We hebben wel keiharde lek. We lijken een beetje op een eend. Oké. Oh my god. Die lek is heel vervelend. Lek. Waarom zit jij in mijn potje? Hallo boel. 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 Ga jij eens even weg. Boel. 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 Oh, ik word gesandwiched. Ik word gesandwiched. Dit is heel naar. Onzichtbaar. Oh my god, ik heb Boel gekild. Nee. Oké, ik ben heel dom. Waarom ging ik op die krachtcubes af? Ik had niet op die krachtcubes af moeten gaan. Alleen het valt gewoon niet te spelen met lek. Dat is heel vervelend. Alleen ik had een pakketje besteld, waardoor dat lek dus weg zou gaan. Alleen, ja, door wat er nu gaande is in de wereld, kan ik dus dat pakketje niet binnenkrijgen. Dus dat duurt nog eventjes, maar die lek is binnenkort gefixt. Dus nu moeten we het helaas nog even mee doen. Maar binnenkort gaat die lek weg, dus geen zorgen. We gaan even opnieuw spelen, want ik wil eigenlijk wel even een potje winnen met Leon. Dat zou wel lekker zijn. Dan zitten we dan in het volgende potje. En hier staat een Daryl. Oh. Wow, wat gaat die Daryl opeens bewegen? Oh, nee, dat is niet slim dat ik deze pak. Ik maak letterlijk dezelfde fout die ik net ook deed. Oké, hopelijk zit hier niemand in de busjes te campen. Er zijn gewoon nog 8 andere knokkels over. Ik heb alleen geen idee waar ze zijn. Wij blijven hier gewoon... Oh, daar werd ik bijna geraakt. We blijven hier gewoon even lekker campen. En hopelijk komt jij, Barley. Kom jij even naar me toe. Kom jij even naar me toe. Oh, wat? Hij wist gewoon dat ik zou komen. Maar maakt niet uit. Ik heb hem gewoon keihard dood. Er zijn nog 5 andere knokkels over. We gaan ons gewoon weer even rustig verstoppen in de bosjes. En hallo, we hebben een spectator. Oh nee, 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 nee. De helft van de bosjes gaat weg door die meteoriet. Waar is iedereen? Zit daar iemand in te campen? Nee, dat leek me echt zo'n bordje waar iemand in zat te campen. Oh, jij daar. Au, au, kom jij eens hier. Kom jij eens hier. Ik heb mensen zo snel dood. Het is echt bizar. Ik vind Leon echt een hele goede knokker. Alleen zijn special ben ik misschien iets minder fan van. Oh, hallo Nita. Ja, ja, Nita. Die had je niet zien aankomen, hè. We hebben 4 krachtkubussen. En er zijn nog 2 andere mensen over. Hoppa, weer een meteoriet. Waar zijn die andere mensen? Kom eens even naar papa toe. Weet je wat? Dit is saai. We gaan gewoon een beetje pushen. Oh my god, hier staat een bow. Hier staat een bow. Oh, die bow is bijna dood. Nee, ik moet ook even uitkijken. Jij, kom eens hier. Weet je wat? Ik ga niet pushen. Laten jullie het maar even lekker met elkaar uitvechten. Ga ik hier even lekker in de busje zitten. Bow, 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 bow. Bow, laat me met rust. Bow, 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 laat me met rust. Oh, even mijn special.
Even mijn special. Ja, en nu zag hij me niet aankomen. En nu hebben we het potje gewonnen. Omdat Barley, die zag mij niet aankomen. Je bent de eerste. 10 trofeetjes bij. Wat is er lekker. En meteen rang 12 met Leon. We hebben even op sluiten geklikt. En dan gaan we natuurlijk eventjes een andere knok doen. We zijn nu bij de knokkers. En ik zoek even onze nieuwe skin. Dat was Barley. Selecteren. Ja, we hebben dus de dokter. We hebben deze. Maar we hebben nu ook een gouden Barley. Dat is zo vet. Oké, we gaan er een potje mee spelen. Ik ben misschien niet heel erg fan van deze knokker. Maar hopelijk kunnen we hem wel winnen. Ik heb trouwens geen idee welke rang mijn knokker is. Maar daar komen we vanzelf wel achter. Oké, kom maar op. Ik moet de hele tijd bommetjes gooien. Hè? Oh, waarom? Letterlijk, die meteoriet komt gewoon. Ze komen allebei op mij. Oké, alle drie op mij. Brawl Stars, wat is dit? Alle vier op mij. Wil Brawl Stars mij dood hebben of zo? Wat is dit nou weer? Oké, hier snap ik helemaal niks van, hè? En ik ben dood. Wat gebeurde daar? Letterlijk, alle vier de meteorieten kwamen gewoon meteen op mijn kop. Dat was niet bepaald heel chill. En we zijn rang 10 met Barley. Dus heel goed zijn de enemies nog niet. We gaan gewoon opnieuw spelen en hopelijk gaan we nu wel winnen. Want dat was echt pech. Oké, dan zitten we in het volgende potje. En jij daar, kom jij eens even hier. Komen jullie allebei eens hier? Oh, hier staat een B. Die is echt heel sterk. Come on, even die bommetjes op je hoofd. B, dat is misschien niet heel slim. Oké, je bent er echt gesaved door de lek. Oh, hier staat nog een B. Come on, ga dood, ga dood. Oh, ik moet even terugtrekken. Even terugtrekken. Jij daar, blijf hem af. Blijf hem af. Je bent heel snel, heel sterk met je sniper. Oh my god, die lek. Ik ga gewoon dood door de lek. Nee, ze blijven maar achter me aanrennen. Het laat me gewoon eventjes met de rust. Oh, wat is dit naar. Oké, dan zit in het volgende potje. En ik wil dit even winnen met Barley. Ik vind Barley zo slecht, maar weer krijg ik dus die bom op mijn hoofd, hè. Oh my god, hier zijn twee mensen AFK. Of nee, er stond eentje AFK. Waarom krijg ik telkens die bommen op mijn hoofd? Oké, we gaan niet meer met Barley spelen. We gaan even heel gauw terug naar Leon. Want die vind ik toch even wat chiller. Barley is misschien niet bepaald de beste knokker voor een showdown. Die kan je denk ik beter in edelstenen grij gebruiken. Dus we gaan even naar knokkers toe. En Leon. Hoppa, selecteren. En hopelijk gaan we nog even een potje met Leon winnen. Oké, bro. We moeten dit potje even winnen. Want anders, dan heb ik een beetje veel verloren in de video. Kom jij eens even hier. Oh, wat lekker. Wat heerlijk. Deze kunnen we nog even lekker killen. Deze Frank, die is ook best wel weak. Dus Frank. Laat me met rust. Even wegrennen. Oh, ik heb 380 HP. Oh my god. Oh god. Oké, gelukkig kon ik onzichtbaar zijn. En, oh my god, dat is die Frank weer. En kijk, die skin van die Carl, die is echt vet. Carl, kan ik jou even vies hitten nu? Ja, oh, Carl is dood. Oké, dat is lekker. Er zijn nog 7 andere knokkers over. En ik wil even dit potje winnen. Oké, come on. Daryl. Au. Oké, we doen even mijn special. Even wegrennen, anders ga ik echt keihard dood. Het is echt keiharde chaos hier. Dat is echt niet normaal. Oké, die Bea staat hier. Als die even naar me toe komt, dan zou het echt ideaal zijn. Kom jij eens even naar me toe. En ik ga third party en ik kill ze allebei. Dat is lekker. Come on, ik loop heel slow. Au. Ga weg. Oké, er zijn nog 3 andere mensen over. Waarom komen die dingen telkens op mij? Het is echt heel vervelend. Oké, Carl. Nee, dit is een Jackie. Kan ik die Jackie killen? Hier staan letterlijk de laatste 3 mensen. Jackie, kom jij eens hier. Dankjewel. Oké, even onzichtbaar worden. Dan kunnen we deze Frank kunnen we afmaken. Oh mijn god. Het is een 1 tegen 1. Ik ben alleen heel weak. Ik ben weak. Au. Die bommen zijn zo vervelend. Au, ga weg. Jouw bom is er ook vervelend, jongens. Ik moet het potje even winnen. Waar is hij? Zit hij hier in de bosjes? Nee. Waarom kom je niet naar me toe? Waarom? Nee. Oh, daar was ik bijna de storm ingeschoten. Dat was echt heel dom geweest. Oké, ik hit hem. En we hebben een potje gewonnen. Oh, dit was echt heel lekker. We gaan nog 1 potje doen. En hopelijk gaan we die ook nog even winnen. Oké, we zitten weer in een potje met Leon. En hier staat een Nita. Oh, Nita. Hier zijn 2 Nita's. Kan ik de 1 even hebben? Oh, ik ben bijna dood. Even terugtrekken. Nita, laat me met rust. Goed zo, dankjewel. Oh, daar loopt er nog 1. Kijk dan die lek, het is niet normaal. En ik was vanmiddag ook live en toen had ik er geen last van. Geen idee waarom dat kan. Ik wil even een kill maken. Hier zit iemand die... Nita, kan ik jou killen? Nee, Nita die doet veel meer damage, dat is best wel naar. Ik moet eigenlijk gewoon even rustig spelen. Ik denk dat ik hier in de bosjes ga zitten. Hopelijk zit er niemand anders in de bosjes. Hallo? Nee, oké. Er zit niemand anders in de bosjes.
Hier staat een Frank. Frank, oh, Frank. Frank, au, 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 Frank. Frank, au. Ja, we gaan het. Het gaat niet meer lukken. We gaan denk ik niet meer winnen. We klikken op sluiten. We hebben 2 nieuwe skins gekocht. 2 hele vette nieuwe skins. Dus vond je het nou een leuke video? Smash zeker even je blauwe duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal. En laat in de comments even weten welke skin jij het vetste vindt. En klik natuurlijk op een belletje. Binnenkort komt er een video online met een 100 euro giveaway. Dus wil je die winnen? Moet je even op een belletje klikken en abonneren. En dan zeg ik, laat de mensen.